Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 6 september. De beste manier om met geld om te gaan. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 28 vers 27. Wie aan de armen geeft, leidt nooit gebrek. Ik heb ontdekt dat de beste manier om met geld om te gaan is door het weg te geven. We moeten blijven geven, speciaal gedurende financiële tijden die uitdagend zijn. Dit is de sleutelfactor om ons te helpen een Bijbelse focus op onze financiën te behouden. Het is altijd mogelijk om volgens Gods financiële principes te leven, zelfs in moeilijke tijden. Misschien bevind je jezelf in wat lijkt een onmogelijke financiële situatie en heb je het gevoel dat je niet in de positie bent om te geven. Maar laat dit je niet stoppen. God zal je helpen wanneer je werkt met wat je hebt. Lucas 19 vers 17 zegt ons dat het God blij maakt wanneer we trouw en betrouwbaar zijn in de kleine dingen. Wanneer we dat doen, zegt het dat Hij ons autoriteit geeft over grotere dingen. Spreuken 28 vers 27 zegt: wie de armen geeft, lijdt nooit gebrek. Als we God gehoorzamen met onze financiën, zelfs wanneer we niet veel hebben en het weggeven om anderen te helpen, zal God ons voorzien in wat wij nodig hebben. Het is zo eenvoudig. Kies ervoor om vandaag een gever te zijn en je zult geen gebrek aan iets hebben. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, vandaag kies ik ervoor om mijn financiën aan U te geven. Zelfs in moeilijke tijden weet ik dat Uw financiële principes nog van toepassing zijn en dat U voor mij zorgt. U bent mijn bron. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.